Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen in Europa is het volop zonnig weer. En dat hebben we allemaal te danken aan een hele grote rug van hoge druk... Maar bij ons, daar komen de wolken al wat in de buurt. Want vooral over het westen van het land liggen wat wolken. En lokaal valt er ook een spatje regen uit. En die wolken die zitten allemaal op het grensvlak tussen de warme lucht boven het Europese continent en de koele lucht vanaf zee. En ook morgen zitten we daar op die scheiding en kunnen er misschien ook later op de dag zware onweersbuien gaan vallen. Als ik eventjes inzoom. Dan is te zien dat dan de brokken vooral boven het westen zitten en dat die dan geleidelijk aan naar het oosten gaan opschuiven. Want als ik de modelanimatie in beweging zet, het gaat allemaal wel heel erg snel. Dan is te zien dat het front geleidelijk aan boven Nederland uh, komt te liggen en morgen in de loop van de dag naar het noorden gaat opschuiven. Want morgen hebben we dan te maken met een warmtefront en dat warmtefront dat schuift dan in de loop van de dag geleidelijk aan naar het noorden weg. Daarmee wordt het in de zuidelijke helft van het land morgen tropisch warm. Met temperaturen van misschien 30 tot lokaal 33 graden. In het noorden van het land blijft de temperatuur wat achter, met een graad of 24-25. Op dat warmtefront zitten wel wat wolken en lokaal kan een spatje regen vallen. En misschien dat in de middag op dat warmtefront een enkele onweersbui ontstaat. Tegelijkertijd, wat er morgen gebeurt, is dat er boven Frankrijk een lage drukgebiedje staat. door de warmte die daar aanwezig is. Dat noemen we ook al een thermisch lage drukgebiedje. En dat lage drukgebiedje trekt dan in de loop van de middag en avond richting Nederland. En rondom dat thermisch lage drukgebiedje kunnen dan in de loop van de middag en avond. boven Frankrijk en enkele stevige regen en onweersbuien ontstaan. En die onweersbuien kunnen we later in de avond bijvoorbeeld ook Nederland gaan aandoen. En dan kunnen ze in korte tijd veel water achterlaten, veel bliksemontladingen, windstoten zijn mogelijk en ook hagel is niet ondenkbaar. Eerst gaan we weer even terug naar vanavond. Het is allemaal vrij rustig weer en een storing die op de Noordzee in de buurt ligt kan in het noordwesten van het land later vanavond voor een enkele bui gaan zorgen. Het blijft nog lang warm, met name in het binnenland. Daar kan het nog tot middernacht misschien zomers warm blijven met temperaturen van een graad of 25. Komende nacht is het dan vrij helder, aan zee zien we ook wat wolkenvelden terug. En in het noordwesten van het land is er altijd nog kans op een enkele bui, mogelijk met een klap onweer. En koud wordt het niet vannacht, met minima van zo'n 14 graden in het noorden en 19 of 20 graden in het zuiden van het land. En morgen dan die complexe situatie. Het ja, is dus in eerste instantie flink helder, maar in de loop van de dag neemt het aantal stapelwolken toe en misschien dat er ook een, op een enkele plek een bui tot ontwikkeling kan komen. Daarnaast komen nog een aantal storingen dichterbij die op verschillende plaatsen voor buien kunnen gaan zorgen. Het worden of buien van het Frankrijk of misschien van het noord, eh, Noordwesten waar we een soort van kortgolvige trog voor buien kan gaan zorgen. Het ja, is dus nog eventjes de vraag hoe het morgen precies gaat lopen, dus hou daarvoor de berichtgeving op onze website goed in de gaten. Het wordt in het zuiden morgen wat tropisch warm met temperaturen van 30 tot lokaal 33 graden. En in het noorden van het land daar blijft de temperatuur wat achter met een graad of 24. De komende dagen, met name zondag, blijft het nog onstabiel. In het binnenland wel tropisch warm, 31 of 32 graden. En op de warmste plekken gaan later in de middag enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Opnieuw is er dan kans op hagel en windstoten, maar de buien zullen waarschijnlijk minder talrijk zijn dan die van morgen. Maandag is het dan nog wisselvallig, maar bovenal een stuk koeler met 21 of 22 graden. Soms valt er een enkele bui en de wind is dan inmiddels gedraaid naar het noordwesten. Vanaf dinsdag dan komt de zomer weer terug, wordt het zonnig en loopt de temperatuur weer op naar een graad of 24 op de warmste plaatsen. Maar als we naar de pluim kijken dan is te zien dat de temperatuur later in de week weer gaat oplopen. En misschien... Dat we richting volgend weekend de tropische temperaturen van 30 graden weer ergens op de thermometer kunnen gaan zien. Maar zoals je al ziet, zit er flink wat onzekerheid in de pluim. Dus we kunnen nog geen garanties geven. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl.